Welkom allemaal weer bij een nieuw videodagboek van Sil en Zoel. Ik ben even voor aan de weg gaan zitten, hier naartoe geslopen, want ik denk als ze me horen komen ze met z'n allen aanblaffen. Want jou doen huisdieren dat nou met die anderhalve meter afstand? Nou, dat gaat echt niet werken. Alleen in het kattenhuis. Daar houden ze zich keurig aan de afstand. We gaan ze allemaal even opzoeken en ja, voor hun is te weinig veranderd. Ze vieren altijd de vakantie al in Nederland en dat is heerlijk. Witneus en piraat. We mogen lekker in het huppelveldje vandaag. Ja, jullie zijn aan de beurt. Tijgertje en Snuffy zijn een beetje loos, hè. Maar ik heb al beloofd dat zij morgen mogen. Misschien vanmiddag wel. Hé, dat zou leuk zijn. Vergraven en rennen. Happy en Snowy. En gisteren waren zij aan de beurt, hè? Zijn lekker in het huppelveldje geweest, hè? Dat was wel leuk. Ja, eten jullie maar rustig door. Tadaa, wat goed. Happy en Frodo. Doe maar ook even in beeld. Even laten zien dat alles goed gaat met je. Ja, hè. Jij er nog even op. Maar dag, dit baasjes. Nesco. Nesco moest een beetje loskomen, hè. Want die was eigenlijk gepland met Dempy, het vriendje, maar is helaas overleden. Maar het gaat een stuk beter. Komt aardig tot rust. Nu op bezoek bij Hoppy en Droppy. Hallo mooiets. Kijk eens, prachtig zijn ze. En dat niet alleen, ook heel lief. Nee, ja, dan moet je niet net weglopen. Zal ik wel gras voor je plukken hier. Ja, dat is wel lastig hoor, filmen en zorgen dat ze niet weglopen. Nou, je kunt zien, ze zijn helemaal op hun gemak. Dag schatjes. Droppy en Pluis. Ja, ik wou zeggen, waar ben je nou? Kijk eens, ze kunnen allemaal kunstjes. Hoi hoi. Wil je nog wat zeggen voor thuis? Ik wil ze graag alle drie even in beeld. De kaviaatjes, Max, Sus en Lily. Gaat heel goed. Ze eten naar hartelust. Hallo Noah en Trix. Ik wilde even naar buiten. Gaan jullie mee? Er staan er nog meer te wachten en de mensen die vorige week ook hebben gekeken. Kijk eens, ze zijn uitgevlogen. Boren binnen in de hondenhuiskamer. Ja, laat jij maar eens zien, Famke, hoe goed jij frambozen kan eten. Nou, als het best wel. Kijk eens, ze zoekt ze even uit. Kijk. Hup. Huppakee, kilo's. Ja. En nou schuldig kijken. Ja, daar hangt er nog één. Wel ja. Nou, dan met z'n allen maar, hè. Noah. Wiebe. Laura. Moos, dat komt net weg. Ja, goed zo, Moos. Jip. Dibbe. Ja, nu heb ik er gelijk een heleboel, hè. Hier hebben we nog Moetjoe. Lea. Sammy. Nou ja, Famke, die is genoeg in beeld geweest. Daar hebben we nog Saar. Bella. En Bailey. Die hebben we nog niet gehad. Daar staat, volgens mij is dat Olly. En Houkje. Ben jij aan het eten dan?
Evi, zwaai met je staart. Goed zo. Waar blijven jullie nou? Denkt Sepp. Ja, we zouden toch de wei in gaan. Dus Sepp, Jikke en Oscar. Kom maar. Trix, volgens mij had ik jou nog niet zo goed in beeld. Ja, nu wel, hè. Zien jullie wat? Nee, helemaal niks. Aukje begint een beetje te oud te worden, hè, voor al die onrein. Ja, laat de andere honden maar niet zien. Jij zo'n voorkeursbehandeling krijgt. Nou, even voor het vrouwtje, het baasje. Doei. Niet zo zielig kijken, Lily. Je hebt pas een voorkeursbehandeling. Lily komt hier ook al jaren, dus ze vindt ze brak, hè. Dus ook wordt er niet jonger op, dus ze mag hier lekker even, net zoals Aukje bij mij binnen ligt, mag Lily hier even een dutje doen. En jullie zien het, zo sta ik opeens het kattenhuis. Wat vertel ik nou net over die afstand? Nou, het wordt steeds minder, de afstand hier, maar het is in ieder geval heel gezellig. Granny, hoi. Hallo lieverd. Oh, even knuffeltjes zo, hoi. Ja, ik heb het van boze geplukt. Een beetje vieze vingers. Die komt daar aan. Ilau. Ook een knuffel. En een kusje. Vriendschappen hier. Hoezo is een katten solitair? Oh ja, toch wel. Zijn grenzen, Ilau. Lik zijn bek nog even af. Wie zie ik daar dan? Hallo, schattie. Hoi, kijk en Loetje, die beginnen ook al aan elkaar te wennen, hè? Wie doen Loetje? Lekker aan het knuffelen, hè? Ja. Wil je ook een knuffel? Kom maar. Zo, hè? Zo. Floor, kijk je uit dat je er niet afvalt zo? Dat goed. Ik vind het wel gevaarlijk uitzien. Wat vind jij, Max? Hé? Wat vind jij ervan? Jouw knuffel? Oh, oké. Okay. Dat is altijd gevaarlijk, hè? Twee katten tegelijk. Een oproep. Willen de katjes die binnen liggen even naar buiten komen? Goed zo, Jackson. Het is binnen erg lastig filmen. Hoi. Oh, mag ik niet knuffelen? Dat gaat het. Je bent wakker zeker. Wil jij er nog een extra loetje? Knuffel? Zo kan ik toch niet werken, jongens? Hé? Ach nee, er zit er gewoon in te krabbelen. Kom maar, schat. Dat mag ook. Even uitrekken, hapje eten. Goed zo, daar hebben we Mies. En daar is Bella, hè? Hoi. Dit is jouw plekje, hè? Vind je altijd fijn hier. Hoi. Hallo, Minos. Hallo. Eens even kijken, wie hebben we nog meer niet? Is dat de Binky? Oh, je ziet het bijna niet. Binky, in zo'n donker hoekje. Truus. Ja, lekker om drinken. Bella mag helpen, hè? Met afsluiten. Dit waren ze allemaal weer. Nou, allemaal. Ik weet in ieder geval uit mijn hoofd dat Brutus er niet op staat. Die ligt onder een stoel.
Dus dat doe jij maar extra leuk dan, hè? Ja, dat je broer er niet op. Dus ook wat, hè? Nou, ik vond het heel gezellig dat jullie er allemaal bij waren deze keer. En wie weet, tot de volgende keer. De mensen op vakantie, nog veel plezier, hè? Doeg!